Ja, dan gaat mijn magnezone gewoon nu kapot, hè? Die gaat gewoon nu kapot, zie je? Dit is wat ik bedoel! Dit is wat ik bedoel! Er is gewoon een probleem! Ik heb op Shiny Flittle gehunt. Is helaas niet gelukt. Dit is nog steeds mijn team. En vandaag gaat Shiny Magnezone me helpen bij twee dingen waar ik helemaal geen super effective moves voor heb. Als eerst gaan we naar de Poison Team Starbase. Ik heb niks om Poison te counteren. En daarna gaan we nog iets anders doen. Dus blijf kijken. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. De meeste van jullie doen dat toch gewoon gelijk in de eerste 5 seconden. Toch? Laat het weten hieronder in de comments wanneer jij het duimpje omhoog hebt gedaan. En vergeet niet te abonneren. Want Clavel is toch nog heel erg lang aan het praten. En in die tussentijd kan jij makkelijk even op de abonneerknop drukken. Toch? Oh, hij is al klaar. Nou, dat is nieuw dat het zo snel gaat. Hallo allemaal, mag ik naar binnen? Deze kleine meneer wordt weggestuurd. Maar terwijl hij bij de squad wil. Maar dat mag niet. Laat me maar gewoon even naar binnen. Ik kom hier ook voor de baas. Ik wil even vechten. Ja, wel met mijn Pokémon. Niet echt. Ik ga niet echt mensen slaan. Zo ben ik niet. Nou, ik moet eerst tegen deze kleine man. Ik ben heel erg benieuwd of mijn shiny teampie van 5 Pokémon. Om dit kan gaan fixen. Ik denk dat het lastig gaat worden. Zoals je ziet heb ik wel een klein beetje getraind. Ja, dat was echt wel even nodig. Anders zou dit sowieso niet gaan lukken. Kijk, met deze level 30 Pokémon, daar kunnen we redelijk mee afrekenen. De volgende is een Shroudel. Kijk, dit moet allemaal nog wel lukken. Nou, ik heb ook echt alleen maar deze Pokémon die me hierbij kan helpen. Ja, of Dreepy. Dreepy was vorige keer opeens de MVP. We moeten Dreepy niet onderschatten. Met zijn quick attack. Als je die video niet gezien hebt, ga hem checken. Was echt grappig aan het einde. Yo, sorry meneer. Ik vind het heel vervelend dat ik tegen jou moest battelen. Ik had liever ook niet gewild hoor. Nou, laat me nou maar naar binnen. Ding dong, longe bong bong. Ja, ik denk wel dat we kunnen stellen dat poison types, dat ik daar echt niet mee om kan gaan met dit team. Dat is wel echt een beetje mijn zwakke punt. Let's go! Oké, Magnezone. Het is nu eerst aan jou. Het is nu eerst aan jou. Pak ze. Goed zo. Ja, heel goed. Oké, toppers. Nou, nu gaan we het meemaken hoor, jongens. Gelukkig heb ik een beetje getraind, want anders zou dit echt niet goed gaan komen. Hij heeft namelijk 4 Pokémon met zijn auto erbij. Dit wordt een lastige bedoeling. Oh, jij bent wel cool. Ik vind jou wel een van de coolste, Ericus. Ja, gelukkig ben ik wel echt een stuk sterker hoor. Ik heb wel echt flink zitten trainen. Level 42 is mijn Magnezone ondertussen. Het is voor de eerste keer dat ik echt mezelf een beetje overtrain, want anders kon ik dit gewoon niet doen. Anders kon ik... Oh, oké, maar deze discharge van Magnezone, die heb ik dus op level 42 geleerd, volgens mij. Die heb ik wel echt nodig. Nu tegen Revervroom. Kan ik daar ook op dischargen? Dit bedoel ik, hè. Hij heeft bulldoze, jongens. Hij heeft bulldoze. Zie je, dit soort dingen, dan gaat het alsnog fout straks, hè. En hij overleeft het ook. Ja, dan gaat mijn Magnezone gewoon nu kapot, hè. Die gaat gewoon nu kapot. Zie je, dit is wat ik bedoel. Dit is wat ik bedoel. Er is gewoon een probleem. Kent hij opeens bulldoze? Oké, Dreepy. Jij mag deze in ieder geval slopen. Jij hebt quick attack, toch? Jij bent die quick attack man. Hoppakee, quick attack en quick claw. Alles, dat is dubbel quick. Let's go, Dreepy. Oké, en Revervroom is weg. Oké, maar nu. Ja, nu moeten we dus tegen Muk. Ja, dit gaat sowieso fout, jongens. Ik ga mijn cheater Pokémon inzetten. Zoomerill. Die gaat sowieso dikke klappen krijgen. Ja, na deze Pokémon moet ik echt Magnezone weer tot leven wekken. Want anders gaat het helemaal fout. Ik denk dat ik voor Aquatail moet gaan. Ik raak hem gelukkig wel. Raak ik hem hard? Ik raak hem ook best wel hard. Sludge Wave? Ja, dat is super effective. Oké, maar gelukkig kan mijn Pokémon wel wat hebben. Ja, hij is wel poisoned. Deze Pokémon hebben nu gewoon super effective moves op al mijn andere Pokémon. Dat is echt een probleempie. Zoomer heeft in ieder geval wel die Muk uitgeschakeld. Ja, en dan moeten we nu tegen de auto Revervroom. Oké, geef hem eerst gewoon een harde klap aan Zoomerill. Hopelijk ben je sneller. Flame Charge? Oké, die zag ik niet aankomen. Waarom zou jij een vuuraanval doen op mijn Zoomerill? Die snap ik niet hoor. Die snap ik echt niet. Oh nee, alles. Iedereen die nu binnenkomt wordt ook gelijk nog gepoisoned. Grote problemen. Niet missen, niet missen. Oh ja, nee. Nu gaan we kapot. Nu gaat de Zoomerill echt kapot. Oh. Oké, next. Blissey. Ik wou zeggen Chansey, maar het is natuurlijk Blissey. Met wel 270 HP, hè. Die moet toch ook wel even 2 klappen kunnen vangen, jongens. Ja, met Blissey hoef ik niet te proberen aan te vallen. We gaan Magnezone reviven. Let's go, dat is nodig. Kijk, deze super effective move is niet super effective. Oké. Ik heb natuurlijk leftovers. Daarmee heal ik een beetje. Maar de poison die haalt weer wat HP weg. Ik zorg in ieder geval dat mijn Magnezone weer helemaal gerecoverd is. Die is nu vol. Die heb ik een hyper potion gegeven. Nou, hij gaat ondertussen lekker door. Ik kan natuurlijk wel even proberen om een full restore te gaan geven aan Blissey. En dan chilling water eroverheen. We zouden wat kunnen proberen. Laat ik het even 1 keer proberen voordat ik schakel naar mijn Magnezone'tje. Ja, ik heb dure items in mijn pocket. Oh, oké. Critical hit. Ja, top. Zomaar opeens die critical, hè. Ik ben
ben wel bang dat hij gewoon mijn Magnezone one-shot eigenlijk. Oh, mis ik mijn Chilling Water? Nee, maar het doet echt niks. Oké, Blissey is down, jongens. Blissey is down. Hopelijk gaat de discharge van Magnezone deze Pokémon kapot maken. Let's go, Magnezone! Oh nee, je hebt natuurlijk Flame Charge! Oh, maar dat doet bijna niks. Dat doet heel weinig damage. Oh, dat valt echt heel erg mee. Maar wordt hij niet steeds sterker dan? Nou ja, als dit zo doorgaat, dan maakt het niet zoveel uit met je Flame Charge. Ik denk dat hij nu meer damage doet de tweede keer dat hij me raakt. Nee joh! Dit doet hartstikke weinig damage. Oh, lekker Magnezone! Ja, het was toch echt de enige Pokémon die dit kon fixen voor mij, hoor. Voor de rest kon deze Atticus heel mijn team heel makkelijk slopen. Oh man. Zo blij dat ik die shiny Magnemite heb gevonden. Oh, dat is echt de redding. Anders hadden we deze nooit kunnen halen. Dit is trouwens Atticus zonder dat hij zijn hoodie op heeft. Hij ziet er best wel netjes uit. Waarom deed die Flame Charge zo weinig damage? Dat is gek. Dus we gaan door naar de volgende challenge. En dat is Rhyme. Hey, meneer Jacques. Oh, ik heb de Lucky Egg. Misschien moet ik die even aan Dreepy geven, zodat hij wat extra XP krijgt. Hey, daar achter de bar is een normale Dreepy. Dit is een teken. Hier, neem de Lucky Egg, joh. Hey, yo, ik kom bij jou weer auditie doen, maat. Ja, dit zijn dubbel battles. Ik heb Dreepy ook meegenomen. Dreepy kent een Dark-type move. Die kent gewoon Bite en die kan super effective zijn. Oh, maar ik kan Discharge doen, maar dan raak ik Dreepy ook. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Ja, dan ga ik maar gewoon voor Flash Cannon op Shuppet. Oh, ik ken ook nog Astonish, joh. Ja, maar Bite is wel beter. Oké, let's go. Dreepy, bijten. Oh my gosh. Ja, Dreepy is sick, jongen. Lekker, man. Ik kan Dreepy gewoon gebruiken, hoor, in deze gym battle. Hoppakee. Wat gaat Griever doen? Oh, die gaat Dick doen. Oh, nee. Nee, niet op Magnezone, alsjeblieft. Ja, dit wordt een beurt van niks, denk ik. Ik denk dat Griever, die gaat mij nu raken, hè. Want die is als laatste aan de beurt. Die zit lekker onder de grond te chillen hier zo. Hé, hey, maat. Wel, je gaat wel op Magnezone, hè. Oh, my gosh. Jij vieze hond. Oh, dat zou normaal echt heel gemeen zijn als ik dat tegen iemand zeg. Maar ja, het is letterlijk een hond. Dus ik mag dat toch gewoon zeggen. Dreepy doet wel lekker zijn werk, hoor. Oké, dan. Griever is weg. Eerste auditieronde hebben we overleefd. Hunter en Miss Drievous. Oké. Hunter die begint. Die doet Hex op mijn... Ja, dit is dan toch jammer, hè? Deze Pokémon zijn allebei sneller dan mijn team. Magnezone krijgt ook een Hex om zijn oren. Magnezone gaat voor Flash Cannon op Miss Drievous. En dat overleeft Miss Drievous. Tijd voor Azumarill. Hey, waarom zijn deze lui zo snel? Potverdikkie doos. Oh my god, Miss Drievous doet Pain Split. Ja, dat is ook wel handig. Oké, we moeten nu echt met ze gaan afrekenen. Eerst die Hunter. Ja, die is weg. Ik zei het al dat dit gewoon een moeilijke video ging worden. Deze battles zijn allemaal best wel lastig, hoor. Ik heb niet heel veel wat super effective is tegen al deze Ghost-type Pokémon en tegen Poison-type Pokémon. Is gewoon een probleem. Potverdorie. Ik moet echt mijn best doen in deze challenge. Maar dat vind ik ook wel het leukste aan deze challenge. Ik vind dit gewoon de leukste challenge die ik ooit gedaan heb, omdat die gewoon best wel moeilijk is. En dan heb ik nog best geluk met bepaalde Pokémon die ik in mijn team heb. De laatste auditieronde tegen meneer Slatchy. Sableye en Drifloon. Oké, Dreepy is weer terug. Gaat voor Bite op Sableye. Oh, dat was niet de juiste keuze. Oh my gosh, Drift Willem is self-destruct. Doe nou niet. Sableye heeft daar natuurlijk geen last van. Nou, ik heb er ook heel weinig last van. Dreepy heeft er ook geen last van. Dreepy is natuurlijk een ghost-type, hè. Daarom was die Hex net super effective en ging die in één keer weg. Dreepy krijgt nu wel lekkere XP'tjes. En Sableye is ook weg. Oeh. En dat was hem al. Dat was Sledge al. Dus nu is het tijd voor de grote finale. Het is tijd voor de volgende badge. En als ik me niet vergis, is dit mijn zesde badge. En na de zesde badge kan ik die nature items kopen. Dus dat zijn die mints, weet je wel. Dan kan ik dus de nature van Blissey gaan veranderen. Wat misschien wel een goed idee is. Maar ja, eerst nog maar eens even Rhyme zien te verslaan. Oh ja, Mimikyu. Ja, dat was waar ook. Ik ga eerst op iedereen, behalve Mimikyu. Eerst altijd op de andere Pokémon. Mimikyu heeft sowieso twee klappen nodig om kapot te gaan. Die heeft natuurlijk die Disguise Ability, potverdorie. Die moet je sowieso twee keer raken. Dus alles gaat op Banette. Mimikyu gaat voor Shadow Sneak op Dreepy. Ja, dan is het alweer klaar, hè. Arme Dreepy. Dit is een klein draken-Pokémontje. Laat me Dreepy nou eens met rust, joh. Waarom moet je zo snoer doen tegen mijn Dreepy? Kijk, ga gewoon op mijn Magnezone. Die kan tenminste wel een klapje handelen. Hoppakee, Banette. Niet zo stoer doen. Ik vind het wel zielig voor mijn Dreepy. Die krijgt nou gewoon weer geen XP en zo. Misschien dat ik hem toch niet in moet zetten. Ik heb iets te hoge verwachtingen van Dreepy. Gaat hij weer sneaky doen, hoor. Gaat hij weer sneaky doen. Haar Pokémon zijn kapot snel. Ja, maar niet sterk genoeg, jongen. Niet sterk genoeg. Wegwezen met Banette. Hoppakee, de disguise van Mimikyu weg. En daar is Houndstone. Ik ga even Dreepy reviven, want ik wil gewoon dat Dreepy XP krijgt. Hoppakee. Ook al wordt hij niet gebruikt, hij moet gewoon ook groeien. Hij moet gewoon uiteindelijk een goede Dragapult worden. En deze klapjes Shadow Sneak doen niet zo heel veel pijn. Ik ben benieuwd wat Phantom Force doet. Oh, ga je daarmee verdwijnen?
Ah, oké. Okay. Oh, een Azumarill mist. Nee. Hé, hey, ik ben wat sneller. Ik krijg een speedboost van het publiek. Oké, okay, we focussen nu op Mimikyu. Die langzaam aan mijn Magnezone begint te slopen. Maar niet langer. Want een flash cannon op je hoofd, jongen. Op je hoofdie. Kijk, kijk, kijk. De Dreepy gaat een leveltje omhoog. Oeh, en Jumpluff wil Giga Drain leren. Ja, dat wil ik heel graag. Die komt er natuurlijk in de plaats van Mega Drain. Want Giga Drain is daar gewoon de betere versie van. Nice. Heel nice. Ja, nu ben ik dus net sneller geworden. Waardoor ik Houndstone precies niet kan aanvallen. Oh nee. Oh nee, Toxtricity. Oh nee. Die kan op twee verschillende manieren mijn Azumarill kapot gaan maken. We gaan die Toxtricity focussen. Oh nee, die gaan natuurlijk ook nog even... Ah nee, die gaat terrestrialized worden. Oh jongens. Oké, mijn flash cannon raakt hem wel. Oeh, bye bye Toxtricity. Oké, okay, dat was even keihard. Azumarill double edge leren, dat wil ik niet, want dat doet mijzelf ook veel te veel damage. Aqua Tail op deze Houndstone. En die is ook klaar. Lekker hoor. Ja, maar ze heeft het wel weer goed gedaan hoor. Ze heeft een goede battle nagelaten. Hoppakee. Fotootjes binnen, nieuwe badges binnen. En ik ga eens even kijken dus of ik de nature van mijn Blissey kan veranderen. Ja, kijk, ik heb nu 6 badges. Dat is nice. Dankjewel, Rhyme. Oh, Hassel, what up? Ja, wat vond je het weer een goede battle? Was je weer echt onder de indruk? Ja, heb je zin om te battelen met mij? Dan moet je nog even wachten, want dan heb ik nog 2 badges nodig. Oké, okay, doei. Oké, okay, dus we vliegen even naar Metsagoza. En dan moeten we even op zoek naar de chance. Supply winkel. Volgens mij was die ergens in het midden daar. Ja, daar op de hoek met die groene neonletters. Ja, kijk, dus nu kunnen we deze mints allemaal gaan kopen. En voor Blissey wil je dus de Bold Nature hebben. Zijn attack gaat naar beneden, maar die is toch al super laag, dus dat boeit niet. Maar zijn defense, die gaat omhoog en dat is wat je wil. Ik wil eigenlijk ook Azumarill's Nature veranderen, zodat zijn attack nog meer geboost wordt, omdat hij natuurlijk ook die huge power ability heeft. En daarvoor wil je eigenlijk de Adamant Mint. Zijn special attack gaat wat naar beneden, maar zijn normale attack wordt beter. En dat is wat je wil. Dus de Bold Mint, die gaan we geven aan Blissey. En de Adamant Mint, die gaan we geven aan Azumarill. Je ziet nu ook dat er dingen veranderd zijn. Want eerder was de attack en de special attack van Azumarill precies gelijk. En nu is de attack hoger dan de special attack. En bij Blissey zie je dat ook te veranderen. De attack gaat omlaag, maar de verdediging gelukkig een klein beetje omhoog. Magnezone heeft naar mijn idee een prima nature. Zijn defense gaat wat naar beneden, maar zijn special attack gaat omhoog. En dat is wat je wil, zo hoog mogelijke special attack. We zouden nog wel een mint kunnen geven die zijn attack naar beneden haalt, zodat zijn defense wat beter wordt. Dan zou je dus een modest mint moeten kopen. Weet je wat? Laten we dat ook gewoon doen. Bij Dreepy moet zijn attack geboost worden. Dat is zo het geval. Dat zijn special defense naar beneden gaat is wel een beetje jammer. Ik zou ervoor kunnen kiezen om zijn special attack naar beneden te brengen. Maar ik laat het nu even zo. En bij Jumpluff zou ik eigenlijk de special attack juist wat hoger willen. Omdat ik heel vaak Giga Drain gebruik. Maar ja, laten we deze ook maar zo. Anyway, de modest mint gaat dus wel naar Magnezone. En op deze manier kan je dus je team wel echt beter maken. En helemaal in een challenge als dit is dat echt super handig, omdat ik niet zo snel van Pokémon kan veranderen. Oftewel, mijn teampie is nu nog veel beter. Als je dit vet vond, dan weet je wat je moet doen. De duimpjes omhoog. Abonneer sowieso, zet het belletje aan en dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Met hopelijk een nieuwe shiny Pokémon. Mazzel!